Ik sta hier op de locatie die voorheen de GGD vaccinatielocatie was. Inmiddels omgebouwd tot een opvanglocatie voor vluchtelingen. Want in de wereld zijn op dit moment miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. We kennen allemaal de beelden van de oorlog in Oekraïne en het overvolle opvanglocatie in Ter Apel. Er is een dringend beroep gedaan op Culemborg om een bijdrage te leveren om deze mensen een veilig thuis te bieden, al is het maar tijdelijk. Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn wij aan de slag gegaan om een geschikte locatie in onze stad te vinden. En dat viel nog niet mee, want niet elk leegstaand pand kan zomaar omgezet worden en geschikt gemaakt worden voor de opvang van vluchtelingen. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in de voormalige vaccinatielocatie van de GGD Gelderland-Zuid. In de eerste 2 weken worden hier vluchtelingen opgevangen die op dit moment niet terecht kunnen in Ter Apel. Vervolgens bouwen we de locatie om naar een opvanglocatie als ontvangst voor Oekraïense vluchtelingen voor een periode van maximaal 6 maanden. Deze opvanglocatie is echt bedoeld voor de vluchtelingen om op adem te kunnen komen. Vanuit onze stad zullen ze uiteindelijk naar andere plekken worden gebracht, waar de vluchtelingen langere tijd zullen kunnen verblijven. Ik zou iedereen heel erg willen bedanken die op de een of andere manier, vaak door vele vrijwilligers, een bijdrage levert om dit mogelijk te maken. Ik vind het mooi dat wij ook in onze stad kunnen helpen om vluchtelingen die op de vlucht zijn van oorlog en geweld een tijdelijk veilig thuis te kunnen bieden.